Technologie wordt steeds vetter en steeds belangrijker. Wij zijn de digitale generatie. We kunnen vrijer zijn. We kunnen slimmer worden. We kunnen creatiever zijn. We zijn één met onze vrienden. Wij leven de technodroom. Toch? Mensen weten niet dat het gebeurt. Hoe kunnen ze dan boos worden? Dit ben ik. En ook ik ben dol op techniek. Ik heb een smartphone, MacBook, Twitter, lidmaatschappen van de sportschool met RFID-chip, navigatie in de auto en ben altijd online. Maar er begon iets op te vallen. Je kent ze wel, de berichtjes. Gemeente plaatst extra camera's. Facebook ruziet om privacy. Nederland voert digitale grensbewaking in. Ik raakte geïntrigeerd. Wat is er nu bekend over jou en mij? De overheid mag weten wat ik doe, waar ik mee bezig ben. Ik heb niet veel te verbergen, dat scheelt. Maakt me dat eigenlijk niet zo druk om. Op de vraag of privacy belangrijk voor je is, zeggen wij Nederlanders meer nee dan welke andere Europeanen dan ook. Hoe kan dit? Ik besloot te gaan onderzoeken hoe privacy er voor ons Nederlanders voor staat. Worden we veel in de gaten gehouden? En hoe dan? En hebben we nou echt niks te verbergen? Is lekker. Ja, dankjewel. Mag je nog eventjes hier op het apparaat klikken voor de leeftijdscontrole? Dan gaat daarna de kassa open. Ik kan er niet meer afrekenen. De leeftijdscontrole? Ja. Maar ik heb mijn rijbewijs bij. Het kan, maar we controleren de leeftijd via dit apparaat. Dan weten ze ook zeker dat ik het goed doe. Stel nou dat ik zeg ik wil het niet. Ja, dan gaat de kast niet open. Dan kan ik geen drank meer kopen? Nee, dan kan je geen drank meer kopen. Of dan moet je misschien een andere winkel zoeken waar dat nog wel mogelijk is. Oké. Hoe werkt dat? Ja, zo werkt dat. Start. En dan nog even op de linkerbalk drukken. Dan kijk je hier eventjes mee. En wie ziet de kassa open gaan, dus hij is het helemaal met je eens. En wie kijkt er mee dan? Er kijkt een mevrouw mee in Breda. Ik besloot maar eens bij die mevrouw in Breda op bezoek te gaan. Wat weet zij van mij? Gaat ze vanaf nu bijhouden hoeveel biertjes ik drink? De mevrouw in Breda bleek uiteindelijk een grote man te zijn. Op het moment dat ik op die knop druk, geef ik daarmee niet alleen opdracht aan het systeem van het is goed, ja. Je mag verkopen, maar tegelijkertijd geef ik opdracht hier ja. Om die... dat beeld te verwijderen. Dus het kan niet gebruikt worden bijvoorbeeld voor opsporing of zo als iemand in een... Nee, vorig jaar zijn we benaderd door iemand van justitie. Ja. Die zei van, kunnen jullie ons niet helpen met, als het nodig is, ja. Met verschaffen van beelden? Ja. Nou, ik was blij om te kunnen zeggen van, nee, dat kunnen we niet. En zou dat over 2 jaar anders kunnen zijn? Je denkt, goh, we gaan toch eens kijken of we misschien... Nee, uitgesloten. In de toekomst zou je nooit... Nee. En op het moment dat wij persoonsgegevens bijvoorbeeld zouden opslaan... Ja. Dan plaatsen we eigenlijk een bom onder dit bedrijf. Want daarmee verzamelen wij gegevens zonder dat er een gerechtvaardigd doel is. Ja. Nou, dat mag niet. Ik weet niet of ik het prettig vind dat ik me moet laten scannen in de slijterij. Maar er worden geen gegevens opgeslagen. En het wordt verteld. Is dat overal zo? Dit is een face recognition camera. Hij scant mij nu. Via de nieuwste gezichtsherkenningstechnieken checkt hij per direct een database met ongewenste reizigers om eventueel alarm te slaan. Als passagier heb je niet door dat je gescand wordt. Er hangt dus niet op de deur een bordje gezichtsherkenning. Dus mensen worden gewoon even gefilmd en gescand, ja. Maar ze hebben eigenlijk niet in de gaten dat het gebeurt. Nee. Het valt de mensen gewoon niet op. Het is puur automaat. Mijn gezichtsscan wordt bewaard in de database van de vervoerder en na een week vernietigd. Is het niet raar eigenlijk om iedereen die binnenkomt eigenlijk een beetje stiekem te filmen? Hoe moet je alles controleren? Nou, op de oude manier gewoon. Meneer, hoi, laat even de dingen zien.
Onlangs was er oneenigheid in de Rotterdamse tram. Een journalist zag hoe de conducteur dit meldde aan de centrale. Het hele gesprek bleek opgenomen en als bewijs bewaard. Afluisteren en gezichtsherkenning. Welkom in de Rotterdamse tram. Maar maakt dit niet een te grote inbreuk op mijn privacy? De VN-wet uit 1966 op de privacy zegt: niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Nog aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting. Zeg eens eerlijk, vraag jij je wel eens af hoe 6 minuten eruit zien? Iedere 6 minuten houdt je ISP bij wie je belt, waar je bent, of je online gaat, of je een e-mail stuurt, of er eentje krijgt. Iedere 300 seconden, dat is 225 keer per dag. Deze controle heet dataretentie. Sinds 2006 verplicht de Europese Unie de telecomprovider al deze data 6 maanden op te slaan, om zo justitie bij de opsporing te ondersteunen. Met dataretentie wordt een profiel van jouw digitale leven gemaakt, zonder de inhoud van je belletjes en e-mails te weten. Wist je dat met deze data kan worden voorspeld waar jij de komende week naartoe gaat? En met wie je allemaal contact hebt? Of je een psychiater ziet? Of 's nachts een sekslijn belt? Dataretentie houdt alles nauwgezet bij. Zelfs als je even offline gaat en de auto pakt, ben je in beeld. Op bijna alle Nederlandse snelwegen hangen camera's. Steeds vaker zijn die onderdeel van het ANPR-netwerk. ANPR is Automatic Number Plate Recognition. Die koppelt je kenteken aan de plaats van herkenning en tijdstip van passeren. Die ANPR, dat is echt cruciaal voor versteviging van de opsporing, dus van de criminaliteitsversterking. En het is ongelooflijk belangrijk dat je dat vasthoudt, dat je die gegevens vasthoudt. Waarom? Om als je dan iemand verdenkt ergens van, er is een bepaald misdrijf wordt opgespoord, dat je dan bijvoorbeeld even via dit systeem kan kijken of een bepaalde auto op een bepaalde plaats van het delict is geweest en daardoor kan het bewijs worden verstevigd. Maar de privacy is natuurlijk gewaarborgd. Boeven pakken, daar zijn we allemaal voor. Maar 99% van de passerende auto's zijn gewoon mensen die op weg zijn naar werk of vrienden. Waarom worden dan alle gescande auto's opgeslagen in een database? Daar geeft justitie geen antwoord op. Data, steeds meer. Alleen al in de laatste 2 jaar maakten we meer data dan in alle voorgaande jaren bij elkaar. Lange tijd was het heel ingewikkeld en duur om data op te slaan. Je kon wel data verzamelen, maar het was gewoon te prijzig om het allemaal te bewaren. En aangezien harde schijven en andere opslagmedia zo goedkoop zijn geworden, hoef je eigenlijk nooit meer iets weg te gooien. Het is niet zo heel lang geleden dat je je e-mail om de zoveel tijd moest, je mailbox moet leeggooien omdat die vol zat. En dat is een probleem wat we niet meer hebben. Dat komt omdat data goedkoper is geworden. En zoals jij je mailbox niet meer leeg maakt, zo zetten bedrijven hun harde schijven, maken ze ook niet meer leeg. Blijven ze opstekken. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat bedrijven enorme hoeveelheden data over mij verzamelen, bedrijven en overheden overigens. Dat op een gegeven moment de analyse tools zo goed worden dat ze ook echt iets met die data kunnen. En dan weet ik dat dat consequenties zou kunnen hebben. En ik weet nu nog niet wat die consequenties zijn, maar ik vind het een heel eng idee dat er zoveel opgeslagen wordt en dat het allemaal maar aan elkaar geknoopt kan worden op een gegeven moment. Het klinkt ongelooflijk. Maar al 60 jaar geleden was er iemand die voorzag dat meer en meer techniek een schaduwkant zou gaan hebben. We mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology is advanced and this changes social conditions. And suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. Hadden we bijvoorbeeld voorzien dat onze mailtjes naar vrienden en geliefden zouden worden meegelezen? Meet DPI. Deep Packet Inspection is een inhoudelijke analyse tool van elektronisch dataverkeer voor gerichte reclame- of auteursrechthandhaving. In gewone taal, het mogelijk meelezen van je e-mails.
De meeste mensen zeggen dat als je vraagt wat zij ervan vinden als een e-mailprovider jouw e-mail inhoudelijk zou lezen en daar advertenties naast zou aanbieden, wat zou je daarvan vinden? Dan zegt de helft van de mensen, ik denk niet dat het gebeurt. En een iets kleiner deel zegt, ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren. Ja. Het is iets voor paranoïde mensen om te denken dat bedrijven mijn e-mail gaan lezen. Gescand in de tram, gevolgd in de auto, de straten vol camera's, een foto bij de grens, mijn belgedrag tot op de millimeter in kaart gebracht en mijn e-mails meegelezen. Oké, stop. Is it just me? Of is het een tikje veel aan het worden? Wat was de definitie van privacy ook alweer? Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, toch? Als er camera's langs de weg staan, van die speedcamera's, van snelheidscamera's, dan veranderen mensen hun gedrag. Of er nou een rolletje in die camera zit, ja of nee. Het is het idee dat je in de gaten gehouden kan worden. Dat is, bedoel, de koepelgevangenis is daarop gebaseerd. Het is in het midden een wachttoren, maar met geblindeerde ramen. En gevangenen weten dat ze constant in de gaten gehouden kunnen worden. Het hoeft niet zo te zijn. Maar daardoor gedragen ze zich. Ze gedragen zich anders. En in een gevangenis begrijp ik dat. Maar het panopticum, zoals dat concept heet, begint steeds toepasbaarder te worden op de hele maatschappij. Gevangenissen in de middeleeuwen. Dat waren donkere kelders vol ongedierte en martelkamers. Maar de machthebbers hadden een probleem. Gevangenen probeerden door erbarmelijke omstandigheden steeds vaker te ontvluchten. In de kelders zonder toezicht konden ze uit het zicht maanden werken aan geheime tunnels en ontsnappingsplannen. De oplossing voor deze ondergrondse chaos kwam helaas pas in de 19e eeuw van de Engelse architect Jeremy Bentham. Hij bedacht een gebouw voor de ideale gevangenis. Zijn idee? Haal de gevangenen bovengronds. Zet ze in rijen naast elkaar. Zet er veel licht op. Leer de gevangenen kennen. Hun gedrag. Geef ze het gevoel dat ze altijd in de gaten worden gehouden. Pas dan kan je ze beheersen. Een vingerdruk met je paspoort. Ik vind dat eigenlijk wel prima. Ja? Ja hoor. En ik denk wel dat het helpt ook om misdrijven op te lossen, om mensen eerder te pakken en om een beter beeld te krijgen van dat de overheid een beter beeld kan krijgen van zijn eigen maatschappij. Ik heb niks te verbergen. Van wat, kijk, ik loop rustig rond. Kijk, en als je normale gewoon doet en gewoon leeft, wat is er dan aan de hand? Dan is er niks mis mee, hè? Kijk, nee. En dat bedoel ik. Kijk, dan mag je rustig getoond en gezien worden, waar ook. Hè? Ik heb niks te verbergen. Zolang je er geen last van ondervindt. Ja. Ja, ik denk dat op het moment dat je er last van ondervindt, dat je er dan over gaat nadenken. Het was een donderdagnacht in Hoofddorp. Twee meisjes van 3 en 7 lagen lekker te slapen. Hun ouders in de kamer ernaast. 381 al. 381 al. Misschien dat je die gasten in de pakken gaat krijgen. 35 gewapende agenten met automatische pistolen stormen het huis binnen en arresteren de vader. Een drugscrimineel. Dat was niet de eerste keer. Klem gereden op de snelweg, ingerekend op Schiphol en veroordeeld voor drugsdelicten. Er was alleen één probleempje. Dit was niet de man die werd gezocht, maar de brave huisvader Ron Causolea. Hij was beland in zijn eigen nachtmerrie. Een oud klasgenoot gebruikte al jaren zijn identiteit. Daardoor stond Causolea in de databases van justitie als zware crimineel geregistreerd. De overheid ging ondanks beloftes steeds weer in de fout. De computer bleef aangeven dat Ron de dader van zware delicten was. Hij stond machteloos. Zelfs de minister van Justitie zei: meneer, u bent deze crimineel. Protesten zijn zinloos. Pas jaren later werd de fout hersteld. De familie Causolea is door de affaire failliet gegaan en dakloos geworden. Al die fouten die in die systemen en in die mens, dat menselijk handelen met al die gegevens plaatsvinden. Ja. Ja. En die ook internationaal, ik klink misschien wat paranoïde, maar ik weet dat uit zaken. Die ook internationaal als een olievlek je achterna kunnen stromen. Want dat is dus het vreemde. Juist door dat doen verspreiden van al die persoonlijke gegevens, dat is nu de grote upcoming kracht in de criminaliteit. Dat is de identiteitsfraude. Data en de opslag daarvan kan dus riskant zijn. Systemen zijn vuilbaar en kunnen gehackt worden. Zoals bij DigiNotar. Er is een Nederlands bedrijf die beveiligingscertificaten leverde
Onder andere aan overheidswebsites, daarin met Ideal werk beveiligd, de Belastingdienst bijvoorbeeld. En de partij die die certificaten leverde, die bleek gehackt te zijn, al een tijdje. Dat bleken ze zelf ook te weten en niet verteld te hebben. Dat ging mis en dat had grote internationale consequenties. Opeens was Windows Update niet meer veilig. Het grootste besturingssysteem had in principe een enorm lek. Omdat er een Nederlands bedrijf was die had lopen falen. Ja, dat zorgde voor veel kritiek. Ik was laatst op een hackersbeurs, een internationale hackersbeurs. Als je zegt dat je uit Nederland komt, dan is dit het eerste wat bij hackers opkomt. DigiNotar. Ja, DigiNotar. DigiNotar heeft ons geleerd dat zeer persoonlijke informatie op straat kan komen te liggen. Maar het geloof in techniek is groot en dringt zelfs door tot de meest vertrouwelijke omgevingen van onze maatschappij. Ik ga op bezoek bij de psychiater Ronald van den Berg. Hij is uit protest gestopt met zijn drukke praktijk. Waarom? De praktijk is al 2 jaar geleden gesloten in verband met de DBC's, de diagnose-behandelcombinaties. Als je in Nederland naar de psychiater gaat, is deze verplicht om jouw diagnose naar een database te sturen. Anonimiteit bij de psychiater is hier mijn verleden tijd. Er wordt geregistreerd wat je hebt, waar je woont, wat je geboortedatum is, wat je voor behandeling krijgt, wat je voor medicijnen krijgt. Een psychiater met een bloeiende praktijk die stopt uit protest tegen privacy schending. Ik vind dat heftig. En besluit bij de bedenker van DBC langs te gaan. Ja, graag. Wat je doorgeeft aan informatie over die patiënt is minimaal. Het heet ook een minimale dataset. Omdat de vereiste is, als je het over patiënten communiceert, dat zo min mogelijk. Maar is het minimaal als er bijvoorbeeld staat, ligt schizofreen en depressief? Is dat minimaal? Ja, dat is minimaal. En stel dat u in therapie zou gaan en zou u het vervelend vinden als uw diagnose vastgelegd wordt? Nee, niet. Nou, nee. Denk ik niet. Nee. Waarom? Dat is ook maar een opvatting. Stel dat er nou in staat, nou die man is depressief, of hij staat er niet in. Nee. Ja, kan toch voorkomen? Dat is toch een normaal iets in deze samenleving? Nee, vanaf Plato komt het al voor. Maar stel dat er in zou staan, die man die heeft soms seksuele fantasieën die de maatschappij dat staat niet altijd... Niet in. Nee? Dat kan er nooit in komen te staan. Dat kan er niet in komen te staan, nee. Ik kan wel in staan, stel dat ik pedofiel ben. Ja. Dat staat er wel in, ja. En dan heb je een probleem. Dan heb je toch een probleem? Ja, dan heb je een probleem. Ja, ja, en het probleem is niet zozeer, dus zowel bij de patiënt als bij mij. Ja. Hè, als ik dat zou zijn en ik zou dat uitleven. Mensen zouden natuurlijk heel graag willen weten wie dan allemaal pedofiel zijn. De data van mijn psychische klachten worden opgeslagen bij de overheid en de zorgverzekeraar. Maar is mijn depressie daar eigenlijk wel veilig? Die informatie wordt dubbel encrypted. Dat wil zeggen, dat is 2 keer versleuteld. Mm-hmm. Dat is dus veiliger dan je pinpas. Het dubbel encrypted zegt nog niet zoveel. Het gaat erom wie de sleutels heeft. En als de sleutels op internet staan, dan kun je 10 keer encrypten. Dat biedt niet zo heel veel extra bescherming. Kijk, als je natuurlijk een groep journalisten hebt, en die zijn er tegenwoordig, die er een sport van maken om in te breken, om te kijken of je fouten maakt, of stel dat je je gaat voordoen als mij. Bedoelde die jongens als Brenda de Winter? Jij Jans Winkels bent en je gaat met een pasje naar binnen en je jat dat en je kan dan in dat dossier komen en je gaat dan vertellen wat je allemaal over die patiënt ziet. Ja, om dan te zeggen dat systeem deugt niet. Ik vind dan de persoon die dat doet, deugt niet. Ja, maar je kan ook zeggen welkom in de digitale wereld. Ja, dat als zeg je die ook. Databases aanlegt, zullen er altijd mensen zijn die proberen erin te komen. Ja, dat is een hele. Ik snap die kijk. Ja. Hè, maar het is veel makkelijker. Hoef je echt niet in die database om gewoon dan het dossier te stelen. Ja, maar dan moet je naar een praktijk toe en het dossier stelen. En nu heel eenvoudig. Hoe dan? Nou, gewoon door de deur open te breken. Ja, en de kast. Ja, maar dat is niet hetzelfde. Want nu heb je een centrale database waarin zo'n journalist... Nou, kijk naar wat er bijvoorbeeld bij DigiNotar is gebeurd. Ja, dat is een ander verhaal. Maar DigiNotar, als ik even mag, DigiNotar was de third-party supplier voor de certificaten voor de DIS. Ja. Stel nou dat bij DigiNotar alle gegevens van patiënten... Ja. Psychiatrische diagnoses op straat waren. Nee, maar er zijn geen diagnoses die op straat liggen. Het zijn klassificaties, punt 1. Maar goed, schizofrenie, depressief, seksuele afwijking. Ja. Stel dat het komt ligt op straat. Niet op straat. Nee, maar het was dubbel encrypt. Maar dat risico bestaat wel. Nee, experts zeggen dat risico bestaat. Nee, dat is niet helemaal waar. Er zijn ook experts die zeggen het is vrijwel onmogelijk. Gek idee dat mijn psychiatrische klachten voor eeuwig bestaan in een file. Stel over 2 jaar blijkt het systeem, het rammelt aan te veel kanten. Zou het kunnen zijn dat we dan zeggen, we schaffen het weer af? Tuurlijk. Ja. Werkt niet.
Tuurlijk, dat kan toch. Kijk, het enige probleem met allerlei systemen is, dat is wel een groot probleem. Op het moment dat je een systeem hebt ingevoerd, is het buitengewoon moeilijk om dingen af te schaffen. Ja. He, want je krijgt het niet meer uit de systemen bijna. Nee, staat er. Dus, natuurlijk. Ik denk dat op een gegeven moment beleidsmakers zullen gaan bijsturen. Ik hoop dat in ieder geval. Kan dat? Kunnen we bijsturen? Het lijkt er niet op. Systemen blijven en gaan niet meer weg. We zullen moeten wennen aan een wereld waarin overheden en bedrijven exacte profielen over jou en mij hebben. Ooit was een camera op de openbare weg een nieuw fenomeen. Wanneer het verkeerslicht van groen via oranje op rood springt, wordt men geacht te stoppen. Maar niet iedereen doet dat. En men kan niet bij ieder verkeerslicht een politieagent zetten met bonnen. Tenminste, geen levende. Maar wel een automatische. In Delft heeft men hiertoe zuiltjes gezet bij verkeerslichten. En in die zuiltjes heeft men camera's geplaatst, waarvan de lens gericht is op het kruispunt. Je bent er volautomatisch bij. De Delftse politie zoekt van alle genomen foto's de trotse autobezitters op. En die krijgen dan de foto plus een bon thuisgestuurd. Maar de tijden zijn veranderd. Meer camera's, meer toezicht, meer veiligheid. Amsterdam maakt een vuist. Misschien een gekke vraag. Maar hoeveel veiligheid leveren die camera's ons eigenlijk op? Het vervelende met camerabewaking is dat we weten niet hoe effectief het is. En elke keer als er een studie komt, dan blijkt dat toch heel teleurstellend te zijn. Toch hangen we er steeds meer op, dus we weten niet of we veiliger zijn. We weten wel welke risico's eraan zitten en die mogen nauwelijks benoemd worden. Het vervelende is dus dat je dus nu ook geen effectiviteitsdiscussie kunt starten. We hebben politieregio's in Nederland, Rotterdam bijvoorbeeld, die van alles met technologie doen. Want dat zou dus de criminaliteit zo helpen. Ja. Rotterdam is met kop en schouders de onveiligste stad van Nederland. En wat gaan we doen? We gooien er nog meer technologie tegenaan. En daar heb je dat weer, dat techno-optimisme. Ja. Of het nou werkt of niet, dat maakt niet uit. We weten dus niet zeker of camera's wel werken. Maar toch hangen we ons hele land vol. We willen ons natuurlijk wel veilig voelen. Het gevoel van onveiligheid is een gevoel dat ook kan worden gecreëerd. Ja. Als je voortdurend maar voorhoudt, het is hier zo onveilig en wees nou angstig en ik kan u beschermen, maar dan moet u wel uw volledige vrijheid inleveren. Ja. Dat is kennelijk meer de achterliggende gedachte. Sinds 2000 daalt de criminaliteit in Nederland. Geweldsmisdrijven, moord, woninginbraken. Nederland was nog nooit zo veilig. Als ik de krant opensla of de tv bekijk, dan hoor ik niks anders dan meer agressie. Nee, het loopt de spijgaten uit. Ja, nee, er is veel minder agressie dan vroeger, maar we zijn er wel veel banger voor geworden. De media weten dat als geen andere. Want als je elke dag ergens een vechtpartij ziet, ach, dan vind je dat gewoon. Maar nu is, gaan jaren voorbij zonder dat ik een vechtpartij op straat zie. En daarom wordt die enger. En daarom wordt die enger. Als je eraan gewend bent, is het niet eng. Ondanks dat we veiliger zijn dan ooit, zijn we bang. De oplossing tegen die angst? Meer en meer surveillance-techniek. Wat gebeurt er als je aan die aanpak openlijk twijfelt? Dit is de OV-chipkaart. Dit is IT-journalist Brenno de Winter. Het OV-pasje zou voor hem grote gevolgen gaan hebben. Het was mei 2011. Terwijl Brenno aan het werk was, ging de telefoon. Het was de politie. Of hij even op het bureau wilde komen. En opeens ben je verdachte in een zaak waar je advocaat op een gegeven moment tegen jou van zegt van ja, luister eens, ik weet niet of je na het verhoor naar huis mag. En het ging niet om een klein akkefietje. Er staat zes jaar cel op, dus dat is een serieuze dreiging die ook behoorlijk hard binnenkomt. Brenno had onderzoek gedaan naar de OV-chipkaart. Het miljardenkostende pasje bleek eenvoudig zelf op te laden. Ik ben gaan reizen 3 weken lang. Ik heb alles geprobeerd wat er maar te proberen was. Met 2 gehackte OV-chipkaarten reis ik samen met Brenno de Winter tussen metrostation Rotterdam-Alexander en Oosterflank. En ik ben niet gepakt. Tenminste, niet op dat moment. Ik heb eigenlijk kunnen doen en laten wat mijn hart begeert. Op 28 februari is uiteindelijk een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het reizen op die kaart. Toen was al lang en breed bekend
dat dit om journalistieke redenen was gedaan. Mm-hmm. Er is een politieteam van 5 mensen geformeerd. En die hebben 5 maanden lang onderzoek naar mij gedaan. Had je niet kunnen proberen om van tevoren een sterkere case te maken en die te zorgen dat jou... Die, ja? die is door absoluut jou? Gemaakt. Ja, ja, ja. ja. ja? We hebben eerst gewoon op verma papier aangetoond dat er problemen speelden. Ja. Toen hebben we laten zien dat we de kaart konden lezen. En elke techneut weet dan dat je hem ook kunt beschrijven. Ja. Dus dat eigenlijk het al game over is. En dat hing boven je hoofd dat je een tijd lang dat je vervolgd zou... Ja, een kleine 3 maanden lang, ja. Toch werd Brenno uiteindelijk niet veroordeeld. De officier van justitie heeft dat ook in zijn besluit heel zwaar laten wegen. Van nou, deze man heeft alles geprobeerd om het op een normale manier voor het voetlicht te brengen. Na het besteden van 3 miljard euro publiek geld blijkt eigenlijk de hele overchipkaart zo lek als een mandje. Dit is echt een boodschap die bestuurders doorgaans niet willen horen. En dan hebben bestuurders toch de neiging om de vingertjes in de oren te stoppen en heel hard la 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 te gaan schreeuwen, in plaats van dat serieus te nemen. We zien het techno-optimisme bij de overheid. Maar hoe zit het met bedrijven? Wat dragen zij bij aan het panopticon? Een beroemd voorbeeld is wat gebeurt er als Google de zoekresultaten van de afgelopen jaren, dus mijn zoekopdrachten, als zij dat gaan verkopen aan andere partijen. Dat doen ze nu niet, voor de helderheid, maar stel dat. Dat betekent dat als zij dat aan verzekeringsbedrijven verkopen bijvoorbeeld, en ik zoek regelmatig op bepaalde ziektes, dat de verzekeraar mij een hoger risicoprofiel zou kunnen geven. Namelijk, blijkbaar zoekt hij veel op ziektes, dus blijkbaar is hij zieker dan andere mensen. Dus laten we hem hogere premie betalen of laten we een verzekering niet op hem van toepassing zijn. Wat gebruik je van Google? Kalender, de tasks, de contacts. Het is verschrikkelijk, maar... Dus je bent een hacker en je bent een Google-fetischist? Nou, fetischist wil ik niet zeggen. Ik wil er graag vanaf. Maar dan moet ik wel de tijd hebben om een alternatief te ontwikkelen. Dat is het probleem. Ik heb vroeger ook zelf al die diensten zeg maar, op mijn eigen server gezet. Ja. Maar ja, dat ben je continu bezig om dat te beheren. En dat is gewoon lastig. En dus ben ik op een gegeven moment daarmee opgehouden. En het allemaal in de cloud gestopt. Maar ik wil daar heel graag vanaf. Ik ben me daar heel bewust van dat toch gevaar heeft. Want de Amerikaanse overheid kijkt mee. Nou, het is heel simpel. Het is een Amerikaans bedrijf. Dus zodra de Amerikaanse overheid reden heeft om die gegevens op te vragen... Ja. En ja, die reden is er al heel snel tegenwoordig. Terrorisme ja. is het sleutelwoord. Of nou ja, noem het kinderporno. En meteen gaan alle archieven open. Noem het hacker. Ja, bijvoorbeeld. Ja, het is als het enigszins de staatsgevaarlijkheid bedreigt. En ja, aangezien Amerika tegenwoordig ook heel erg in de cybersecurity, oorlogsvoering, cyberwar... zit, ja, is het al gauw reden om iemands doopzeel te lichten. En je zei bedrijven vermarkten je data? Ja. Hoe doen ze dat dan? Nou, dat gaat op allerlei manieren. Tegenwoordig heeft iedereen een iPhone of een Android-telefoon. Er staan allemaal van die leuke appjes op. Ja. Veel van die apps zit reclame in. Naast dat zij die reclame tonen, verzamelen ze ook allerlei gegevens over jouw gedrag. Waar jij bent, wat je doet, wat je op het internet opzoekt. En dat wordt allemaal in één groot profiel gestopt. Ik ken een verhaal van een mevrouw die had een uitkering. En de overheid heeft toen de bonuskaart transactiedata opgevraagd bij Albert Heijn. En op basis van die bonuskaartdata is haar uitkering ontnomen. Waarom? Omdat zij te veel excellent biefstukken kocht van haar uitkering. Dus de overheidsvermoeden die heeft een extra potje, want het kan helemaal niet hoeveel zij uitgeeft, kan ze helemaal geen uitkering horen te krijgen. Mm-hmm. Dan kun je zeggen dat is eerlijker, want die vrouw die heeft geen recht überhaupt op een uitkering. Maar dat geeft aan op welk detailniveau, want zo zou ik het bijna willen noemen. Kijk, als je terroristen wil oppakken dan maar, en kinderporno, dat zijn onderwerpen, daar kunnen we ons allemaal omheen zetten, dat is. Maar voor de meest kleine dingen, een snelheidsovertreding, de kans dat je een boek te laat inlevert bij de bibliotheek. Als alles wordt ingericht, alle regelgeving wordt ingericht op basis van risicoprofielen, dan leef je in een controlestaat. Dat wil ik niet. Leer mij kennen als V voor Vendetta of 9-11 als de 5e van november. Waar is die liefde? Motor van de zon, krachtbron. Geef om ons, geef ons terug wat van ons is.
Geef ons terug wat van ons is. Vrijheid, privacy. Nee, meer krijg je niet. En waar het eindigt, begint het ook. Inderdaad, met niets. Daar waar vertrouwen gekocht wordt en integriteit geleased, is de beschaving op zijn retour. En daarmee democratie, als het er ooit geweest is. Want wie leidt er onder verlies? Juist, dat is de meerderheid. Dat is nu en dat was toen. Ik bedoel, bijvoorbeeld, kijk wat die fondsen doen met je pensioen. Ooit een duppie van de winst gezien? En gaat het mis? Een korte zij op je eigen centen. Ik noem de maffia shit. Barbaren in de beschermcultuur. Geef je gedoogsteun. Neocolonialen die op angst zetels binnenhalen. Via de glasvezelkabels of gedrukte pers. Ik zeg je, er is noodweer in ons huis en wij vinden het best. Vandaag laat ik me over chipkaart voor het eerst. Bottom line, ik voelde me vies en gehoereerd. Hetgeen ik onderdeel van ben is waar ik tegen ageer. We worden gevolgd, getraceerd en opgeslagen. Er wordt gewaakt over pintransacties, mobiele telefonie, vingerafdrukken, IP-adressen plus je persoonlijke profiel op sociale netwerken. Streep door je privacy. Eis het terug en ontstijg het alsjeblieft. Veel mensen zeggen ik heb niks te verbergen. Ja. Vind je dat ook? Ik heb ook niks te verbergen. Dat ook zo. Nee, anders zou ik hier niet voor de camera staan. Dat nee. Wat zou ik zeggen? Ja, luister. Heb je gordijnen thuis vooraan? Ja. Waarom? Ja, maar dat is heel ja, wat anders. Ja, dat is wat heel wat anders. Waarom dan? Wat dan anders? Ik zou het niet leuk vinden als mensen zouden komen. Het is toch onbeschoft als andere mensen in je, dat je naar je toe gaan kijken wat je aan het doen bent. Maar je hebt toch niks te verbergen? Nee, klopt, maar aan de andere kant is thuis is het anders. Thuis is wat anders. Ik voel me prettiger waarom ik gordijnen zou hangen. Ja. Niet überhaupt niet eens om de mensen die buiten staan en die naar binnen kunnen kijken, maar omdat ik het gewoon prettig vind. Dus gewoon, ja. Je wil gewoon het een eigen sfeer, gewoon, ja. Eigen plek. Ja, gewoon je eigen plek. Gewoon weer meer, ja. Privacy. Ja. Bijvoorbeeld. Ik had behoefte aan een nieuwe mening. Aan vergelijkingsmateriaal. Hoe staat Nederland ervoor ten opzichte van andere landen? Ik besloot op reis te gaan. Naar het oosten. Duitsland. Hoe kijkt men in Duitsland tegen privacy aan? En wat vinden zij van de ontwikkeling in Nederland? Ik hoopte door de bril van de buurman een beter beeld van Nederland te krijgen. De eerste bril met wie ik een afspraak had was Sven. Hij is techneut en privacykenner in Berlijn. Let's take it right there. Could you tell me something about the current state of surveillance here in Berlin? Maybe the thing about surveillance here hasn't that nice touch about feeling secure. There's been this historical background of the Gestapo, the Stasi, and people are much more aware about these kind of things maybe than otherwise. Maar ook de politiek in Duitsland begint steeds privacybewuster te worden. Ik heb een afspraak met twee piraten. Zij hebben sinds vorig jaar 15 zetels in het Berlijnse parlement. Is data retention a big issue here in Germany? It's over now. We killed it. You killed it. People in Germany really stood up against data retention. The pirates, the Chaos Computer Club, the working group data retention, the big demonstrations, altogether killed it. So there was really a big uprise against that? Yes. Dataretentie gestopt door weerstand vanuit de samenleving, ondanks dreiging van Brussel met hoge boetes. En ik leerde dat ook Street View van Google in Duitsland niet meer bestaat. Fuck you, Google. Fuck you. Why do you think it is that people stand up here and not so much in Holland? I don't know. Don't they in Holland? No. We have this past, you know. We had about two pasts like that. We have this DDR thing and the Nazi thing, and having a government surveillance is something which many people here don't like. You know, that's building blocks for dictatorships. And enough people realized this and talked about that. But isn't that something from the past, 60 years ago? No. Past history will repeat if we don't do anything against it. I hope we learn from that part of our history. The resistance, they burned the one big government building where all the Akten paper stuff is. So the Nazis could not find out who are the Jews. Right. You know, because it's an information which were deadly for many people in this time. So the collection of so many data is
which is not needed actually, makes many people suspicious. And then they start asking questions and then they don't get good answers. Een belangrijke stem in het Duitse privacy- en technologiedebat is die van de Chaos Computer Club. Zij zijn een idealistische groep hackers die streven naar meer overheidstransparantie en kijken naar de invloed van technologie op ons als mensen en samenleving. We explain stuff which has to do with like technology and society, or which effect technology has on society. And that's the main reason why we are not like, yeah, the criminals or whatever, but no. Like, no. The government or policymakers don't see you as criminals no. Here. Ik vroeg Fukami om een voorbeeld van het werk van de Chaos Computer Club. The last thing which is really a big scandal now in Germany is about the analysis of a thing in German called Staatstrojaner. Der Chaos Computer Club hat Festplatten zugespielt bekommen, auf denen sich ein kleines Programm befindet. Und nachdem sich die Hacker das einmal genauer angeschaut haben, gehen sie davon aus, dass sie eine staatliche Schadsoftware vor sich haben, einen Staatstrojaner. Was macht er überhaupt? Er überwacht offenbar Webbrowser, Online-Telefonieprogramme wie Skype, Mail- und Chatprogramme und macht Screenshots, wenn sich so ein Programm im Vordergrund befindet. Außerdem geht der CCC davon aus, dass er sich an verschlüsselten Telefoniediensten wie Skype zu schaffen macht. Das ist nämlich der offizielle Grund dafür, dass es einen Staatstrojaner überhaupt geben darf. Zur Überwachung von Telekommunikation an der Quelle, bevor sie so verschlüsselt verschickt wird, dass man sie kaum noch überwachen kann. Eigentlich könnte ein Staatstrojaner noch viel mehr machen. Das im Rechner eingebaute Mikro anschalten und im Raum mithören, zum Beispiel. Oder warum nicht gleich die eingebaute Webcam? Er könnte jede Tastatureingabe notieren oder die Festplatte durchsuchen oder, oder. Every newspaper is full of it. Yeah? Oh, yeah. This is the Frankfurter Allgemeine, big newspaper in Germany. And they brought it in this front page. And an extra five. Our Supreme Court made a very, very clear decision about what's allowed and what's not. And this piece of code contains functions which are not allowed. Ik sprak met een jongen op straat over deze Bundestrojaner. Ik meine mal, wer kan einen denn sagen, dass das Ding irgendwie nicht einfach so losgeschickt wird, ohne dass man irgendwelche Hintergründe dabei hat? Dass das Ding nicht einfach missbraucht wird von dem Staat, um Daten rauszukriegen über die Bevölkerung. Das ist eigentlich eine Sache, die ich relativ dreist und frech finde. Das sind ja auch Daten, die dann in die persönliche Sache reingehen. Zum Beispiel, welche Parteien man wählt, welche Gedanken man hat, was einen beschäftigt. Ja, das müssen halt diese Leute nicht wissen. Nein? Aber die wissen es doch, so ein bisschen mehr. Ja, die wissen es. Deshalb ist es ja diese Sache, wo man sagt, dass man die Privatsphäre ja schützen will. Eine Privacy-Partei in het Parlement. Invloedrijke hackersclubs, die in Kontakt staan met de Overheid. Hoofdredacteuren, die 6 pagina's wijden aan privacy-issues. En een fel debat in de gemeenschap. Ik heb veel geleerd in Duitsland. Bewustzijn over wat data is en kan zijn, is hier groot. Zijn ze wellicht overgevoelig? Of geven ze ons een terechte waarschuwing? Ik ga weer terug naar Nederland. Het land van die recalcitrante Nederlanders. Het land waar alles kan en mag. Seks, drugs, rock'n'roll. Vrijgemaakt van dogma's en bemoeizuchtige instituties. En nu gaan wij eens kijken wat we allemaal moeten doen. Of dat je soms met de mannen allemaal gewaaid kan. Onder deze omstandigheden niet bereid. De vraagjes, ja. Goed, ik mag niet klagen. Ik heb een paar dingetjes van mijn werk. Ja, dat is wel het mooie aan ons Nederlanders. We zijn dwars. Pikken gewoon niet alles. Zo zijn we toch? Uiteindelijk zijn wij Nederlanders, ondanks dat we onszelf graag als anarchistisch en anti-autoritair zien, uiteindelijk toch wel een heel braaf, gezagsgetrouw volkje. Is dit echt zo?
Zijn we gezagsgetrouw en braaf? Ik zocht eens op of de spionagesoftware ook in Nederland gebruikt wordt. En jawel hoor, de Nederlandse overheid gebruikt hem ook. We gebruiken het in Nederland ook en daar wordt niet over gesproken en daar hebben we geen publiek debat over gehad. Maar in Duitsland is er wel ophef over. Het lijkt wel iets cultureels te zijn dat wij het eigenlijk wel lekker vinden om gecontroleerd te worden door de overheid. En heel veel mensen vinden dat eigenlijk prima. Dat heeft iets exhibitionistisch eigenlijk. Ja, dat heeft het ook misschien wel van, kijk, ik ben een goede burger en met mij is niets mis. Ja? Ja. En waarom denk je dat? Ja, dat is gewoon wat ik observeer. Mensen vinden het prima dat iedere reis met de OV-chipkaart wordt opgeslagen. Een groot gedeelte van het volk heeft daar absoluut geen moeite mee. Ik denk ook dat in Duitsland de bevolking veel meer wantrouwen tegenover de overheid heeft. Onderzoeken wijzen uit dat Nederlanders het meeste vertrouwen in de overheid hebben van alle Europeanen. Waarom is dit zo? Met groot vertrouwen als de overheid zegt, gaat u maar slapen, wij doen dat. Het is een goede handel, levert u al uw gegevens maar bij ons in. Ja. Dat komt wel goed. Daar zit een beetje achter natuurlijk dat het Nederlandse bestuur nog steeds een vrij regenteske stijl heeft. Dat vertrouwt u ons maar, dan komt het allemaal in. Het is effectief en zo moeten we aan de gang gaan. Maar de privacy is natuurlijk gewaarborgd. Dat zullen we natuurlijk voor staan. Het liberale Nederland bestaat niet meer. Het is ontmanteld door controleinstrumenten als de Wietpas, ANPR, overal camera's, de Wallensanering en veiligheid boven alles. Op dit punt zijn we aanbeland in een soort van kleuterwereld, waarin mensen in Den Haag en die torens in Den Haag nog steeds denken dat ze in staat zijn om inmiddels allerlei vormen van wetgeving en allerlei zaken het land op een paar manieren te besturen, terwijl het al lang niet zo meer is. Het feit dat bijvoorbeeld dat je mag roken of niet roken, heeft niets te maken met roken. Heeft te maken met het feit dat ik jou nou hier in jouw gezicht sta. En dat ik daar jou disciplineer en jou bezighoud met dit soort individuele beslissingen. Dus dit gaat niet over gezondheid, het gaat over grip op tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Jij denkt dat het niks te maken heeft met tuurlijk. Welzijn en zorg voor tuurlijk mensen? Tuurlijk maar het is eigenlijk een hele koude, cynische blik op wat overheden zijn. Ik weet het niet. We hebben miljarden geïnvesteerd in antiterreurmaatregelen. Er zijn ongeveer 400 tot 500 mensen in Europa opgeblazen. En er zijn tegelijkertijd in 10 jaar tijd in de Europese Unie 580.000 zelfmoorden. Dat is ongeveer een stad als Den Haag, die in 10 jaar tijd ertussen uitknijpt. Ja. En 420.000 doden in het verkeer. En praat niet eens over de gewonden. Dus als je dit afzegt, dan vraag ik me wie is er nou cynisch? Ik bedoel, een beleid wat miljarden investeert in een paar mensen die eigenlijk van de trap vallen. Want er zijn net zoveel mensen die van de trap vallen dan mensen die opgeblazen worden. Zeg maar, daar komt dan een beetje op neer, wat natuurlijk nog steeds heel erg is. Of een beleid wat ziet dat er 580.000 mensen in 10 jaar tijd in heel de Europese Unie zeg maar, zelfmoord plegen. En die dan niet probeert te wil investeren in mensen of hoe mensen zich voelen. Dus dat cynisme staat niet aan mijn kant. En een beleid wat probeert het internet te censureren. Hoe cynisch is dat? Een van de gebieden waarop privacy nadrukkelijk in gevaar is, is behalve dan de spanning met veiligheid, is de spanning met auteursrecht. Zeg eens eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst een film gedownload? Hoog op de agenda van de Europese Unie staat om jouw illegaal downloaden aan te pakken. Dit in de vorm van het ACTA-verdrag. Wat dit voor jou betekent? Dat jouw surfgedrag nauwgezet wordt gecontroleerd. Om dat in de gaten te houden, moeten van mensen op individueel niveau bijgehouden worden wat ze precies downloaden. Nou, dat is een grote schending van privacy. Als ik Pirates of the Caribbean download, wat gebeurt er dan? Dan wordt je deur op ingetrapt. Oh ja? Nou ja, ik overdrijf natuurlijk nu bewust. Maar dan heeft dat repercussies. In Frankrijk is het inmiddels van die wetgeving van kracht, is dat 3 keer doet, word je afgesloten van het internet. Er is geen proces, er wordt niet gekeken of de verdenking klopt. Je wordt er gewoon afgegooid. En daar dringt in Nederland bijvoorbeeld de Stichting Brein ook gewoon op aan, om gewoon individueel surfgedrag in de gaten te gaan houden. Dit is verder dan de overheid wil gaan met betrekking tot het handhaven van veiligheid of controleren van hun burgers. En die druk is enorm groot hierop. En je ziet dat politici daar gevoelig voor zijn en daarin meegaan. En zich daarvoor laten lenen voor de belangen van deze hele beperkte industrie. Wie zou dat dan bepalen? Of nou, dat zijn echt de bedrijven. Die. De bedrijven gaan dan bepalen of ik download 3 keer een film illegaal, dan gaat
klopt. Ja. Sony Pictures dat bepalen? Bijvoorbeeld, nou ja, dat zijn dan de overeenkomsten inderdaad. Zij zeggen gewoon, wij gaan jullie als ISP niet lastigvallen met juridische steekspelletjes. Ja. Als jullie netjes meewerken met onze regeltjes. En dat is dus geheel buiten de wet om. En dat willen ze nu ook vastleggen in de wet. Ik denk dat als de samenleving op een gegeven moment toch daarin een fundamentele keuze moet maken van tussen auteursrechten of privacy. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, maar kijk, het internet is een soort vrijstaat en dat loopt helemaal uit de klauwen. En we moeten dat reguleren. Maar het wordt gereguleerd. Ik bedoel, als een rechter bepaalt dat er eens een server uitgezet moet worden op zijn grondgebied, dan zal dat gebeuren. Mm-hmm. Ik bedoel, dat kan al. Dus het is niet zo alsof het een soort free-for-all is waar je maar kan doen wat je wil. Nou, dat is wat veel aangehaald wordt ten aanzien van de Pirate Bay of bijvoorbeeld nu met Mega Upload. Ja. Van ja, er wordt geld verdiend met diefstal. Ja, dat snap ik. Maar zoals de Pirate Bay nu op providerniveau geblokkeerd wordt. Mm-hmm. Maar 2 jaar geleden kwam WikiLeaks met die documenten, uitgelekte diplomatieke telegrammen. Die zich tot op de dag van vandaag nog zijn uitwerking vinden in het nieuws. Nog steeds, bedoel, ACTA zelf is uitgelekt via WikiLeaks. Mm-hmm. Je moet er niet aan denken dat de Amerikaanse overheid op dat moment had kunnen zeggen, die informatie is verboden, die gaan wij niet toelaten tot het internet. Europa staat in brand. Landen zonder geld. Pensioenen onder druk. Massawerkloosheid. De kiezer op drift. The capitalistic system is collapsing. There's no way to keep the system running. It ran for the last 20, 30 years. People are being told, don't worry, we're going to fix it. It's just difficult right now, but we're going to make a plan. And yes, next of week, course, because the people are, huh? Well, they are trying to make people not going onto the streets and burn cars and houses. One thing you need, Brad, and games to keep people under control. If one is missing, well, they are uncontrolled. Yeah. They are going uncontrolled. And that's what's going to happen. Yeah, you think so? Yeah. It's going to be messy. I hope not too messy. Ik hoopte dat Rob van Kranenburg wat anders zou vertellen. Wat houdt het dan in nu voor onze samenleving? Voor... Nou, dat het een enorme puinhoop wordt, dus een soort Mad Max. Waarbij ieder voor zich wordt en waarbij zeg maar, de democratie zoals we die kennen breekt. Dat alle generieke infrastructuur die door gezamenlijke belasting is opgebracht en betaald wordt, zoals auto's en riolering, dat dat op een gegeven moment ook gaat stoppen. Ben je er bang voor? Hè? Bang? Nou ja, ja, ergens wel. Ja? Ja. Heb je het gevoel dat we nou een soort van blessuretijd leven tot aan dat? Nou ja, kijk, in een Mad Max scenario winnen de jongens die het eerste slaan. Ik sla nooit als eerste, maar dus ik verlies altijd. Maar is dit wat, als je nou de ministerraad of in het torentje, als die jongens bij elkaar zitten nu, hebben die het over hetzelfde onderwerp als wij nu, denk je? Ja, tuurlijk wel. Die zijn dus absoluut niet gek. Die snappen dat regeren en dat bestuur altijd een enorme hek is. Het is altijd het je toe-eigenen van een ruimte die eigenlijk niet van jou is. Maar je doet dat of met een waanzinnige bom geweld, dat zien we nou over heel de wereld en de Arabische wereld. Mm. Of je doet dat met een soort van hegemonie. Je zegt, we spreken met z'n allen af dat een aantal waarden zijn en die waarden vullen wij op die manier in. Zal hegemonie nog meer terrein gaan verliezen aan harder optreden? Zullen sociale veranderingen invloed gaan hebben op privacy? En hoe dan? Neem Londen 2011. Zware rellen teisteren de straten. Nieuwe opsporingsmethodes worden ingezet. Verdachte getagd via Facebook door vrienden. Grote schermen met mogelijke daders sieren gebouwen.
Men moet toch zich beseffen dat een verdachte ten eerste verondersteld wordt onschuldig te zijn, daar om allerlei redenen kan zijn geweest, dat later misschien dat een onschuldig persoon is, dat die beelden hun eigen leven gaan leiden, dat dat publiek daarmee geconfronteerd wordt. Dit zijn zware methodes. Wie staat er over 5 jaar op die gebouwen? Misschien jij wel? Of ik? Ben jij al lid van Burgernet? Jij en ik worden steeds vaker gevraagd behulpzaam te zijn bij het boevenvangen. Via een sms'je wordt met Burgernet een actie opgestart. Leden kunnen de straat op en mee gaan zoeken naar de gezochte persoon. Op dit moment zijn 800.000 Nederlanders lid van Burgernet. Een andere manier waarop burgers elkaar in de gaten houden zijn kliklijnen. Ze komen in alle soorten en maten. Illegale software melden tegen financiële vergoeding. Cafés waar het rookverbod wordt overtreden doorgeven. En meld misdaad anoniem. In Nederland kennen we meer dan 20 kliklijnen en we zijn niet schuw om ze te gebruiken. Maar criminaliteitsbestrijding krijgt er in de nabije toekomst een hulpje bij. Precrime. Er ontstaat steeds meer druk vanuit de overheid zelf, maar ook vanuit de samenleving, om proactief op te treden. Dus niet reactief als overheid, van er is iets gebeurd, er is ingebroken, daar moeten we achteraan en op reageren. Nee, proactief, misschien zelfs van tevoren gaan kijken welke mensen het meest geneigd zijn tot inbraken. Die extra in de gaten houden of die misschien extra zorg bieden om te zorgen dat ze niet geneigd zijn om dat te doen. Misdaad moet natuurlijk bestreden worden. Maar we komen steeds dichter bij een wereld waarin iedere beweging wordt gespot en als bewijs kan gaan dienen in een rechtszaal. Als die technieken, dus bijvoorbeeld de staat die ook gaat gebruiken om in eerste instantie terroristen op te sporen, maar daarna gewoon iedereen die een verhoogd risicoprofiel heeft om een misdaad te begaan, dan heb je echt Minority Report, waar mensen al gearresteerd kunnen worden voordat de misdaad gepleegd is. Dat is heel eng. Ja? Ja. Ik bedacht me dat de poging om een maakbare maatschappij te maken eindeloos zijn. Hoe ver willen we gaan? Voor een totaal panopticon. Het internet was revolutionair. Maar nu dient zich de volgende stap al aan. Kijk eens naar je boekenkast, je pen, je t-shirt. Die gaan tot leven komen. Meet the Internet of Things. Dat betekent dat alle objecten voorzien gaan zijn van een digitale laag. Dat betekent dus of dat ze een RFID-tag krijgen of dat er sensoren is. Of dat er bijvoorbeeld dat shirt van jou of zo? Ja, er kan een passieve RFID-tag in zitten die uitgelezen kan worden. In Duitsland werd ontdekt dat een modeconcern deze RFID-chips al gebruikte in haar kleding. Volgens zeggen om de distributie te verbeteren. Wil je ook een shirt met een volgbare chip? Ook in Nederland wordt inmiddels gebruik gemaakt van deze methode. Er kan ook een actieve sensor in zitten die ook mijn bloed en mijn hartslag en al dat soort dingen. Nee. Philips heeft die al. Kleine draagbare chips zullen jouw vitale lichaamsfuncties gaan monitoren en meteen een arts waarschuwen als je een probleem krijgt. Het wordt een wereld waarin in principe alles met alles praat. Nou, 10, 15 jaar geleden was er nog science fiction, maar nu is het echt hardcore realiteit. Dus we worden klaargestoomd voor een soort samenleving waarin wij al deze dingen gaan normaler gaan vinden. Dat zien wij, dat zien de bedrijven, dat zien die overheden. En hun hebben maar één reactie daartussen en is alles vastzetten. En hun grijpen dat Internet of Things aan als een soort van controlemechanisme. En hun willen dat bouwen. Dan komt het in principe komt het daarop neer. Technologische ontwikkelingen zullen doorgaan. Dat is een feit. Maar het gebruik ervan? Hoe we het inzetten voor ons als mens en maatschappij? Neem Google Glasses. Alles wat je daarmee ziet wordt interactief. En opgenomen. Je bril als camera. 24 uur per dag. Alles opnemen. Moeten we dit willen? You know X-ray? In the 20s you had in a good store for shoes, you had an X-ray machine. So you put on the shoe and you can see in the X-ray how it fits. And everybody did that. And after a while they found out it causes cancer. So they stopped it. And now many people putting things online they shouldn't.
And this will be a generation with some kind of digital cancer. Veiligheidsdiensten, als je 10 jaar geleden tegen ze gezegd zou hebben, mensen gaan hun eigen dossiers maken van duizenden pagina's hoog over hun dagelijks leven. Met wie ze ontmoeten, met wie ze bellen, waar ze zijn, met wie ze eten, waar ze wonen, waarom ze doen wat ze doen. Dat ze niet hadden geloofd. We zien dat privacy onder druk staat. Dit zijn cruciale tijden. Of vind je me nou paranoïde? Nou, misschien ben ik wel een beetje paranoïde. Maar het kan ook zijn dat jij dat iets meer moet worden. Is het echt nodig dat Facebook en Google meer van jou weten dan je eigen moeder? Kun je niet eens zoeken met privacyvriendelijke zoekmachines? Hoe zijn jouw Facebook-instellingen? Ik wil graag een keuze hebben. Daar gaat het mij om. Zo kun je door protesten van psychiaters sinds dit jaar kiezen of je in de DIS-database wil worden opgeslagen. Dat is vooruitgang. Het ligt mede aan jou. Bedrijven en overheden willen uiteindelijk aan je verdienen en je kunnen controleren, wat ze ook voor mooie praatjes hebben. Daar moet over gesproken worden, zodat we niet in een situatie komen die we niet zagen aankomen. Anders, ga je gang en laat het panopticum verder je leven binnen. Tot je op een dag het verschil niet meer kent tussen jouw leven en dat van hem. Of hem. Of hem.